Sportradiogrouw.nl heet voortaan Sportingrouw.nl. Maar nog steeds wereldwijd, maar toch dichtbij. Vanuit de garage in Grouw is dit Sportingrouw.nl. Niels Heidbrink, speler van het GFC van het eerste. We beginnen weer om naar begin december, de rare blessure krijgest. Begin midden januari ben je geopereerd. Vraag is, hoe gaat het, Marie? Ja, het gaat langzaam, maar ik grin op schema. Het gaat goed. De zwelling is nog eindelijk goed uit. En ik ben voornamelijk dan met krachttraining en stabiliteitstraining bezig. Wat is er precies gebeurd? Mijn kruisband is gewoon afgespot. In het dueltje in Pijzen. Je merkte gelijk wat dat een mis was. Er zit zoveel ruimte op. Die wieken daarop naar het ziekenhuis. De chirurg eigenlijk. Het is gewoon 100% zeker dat hij kapot is. Ja. En dat betekent dus al in het seizoen. Ja. Het is hut van de ziet. Dus krijg wat in de vloot, wat draai je westerin heen. Dat is een plakje wat krijgt. Dus als ik die plakje wat vind, is. Hoe zwier is het dan om dit te verwerken? Ja, behoorlijk. Ik voetbal eindelijk weer op mijn oude niveau. Ik heb mijn linkerknibbel ook kapot gehad, maar ja. Toen daarna heb ik nooit echt meer lekker voetbald. En dit seizoen begon het eindelijk weer lekker. En ik krijg dit. Gewoon domme pech. Kun je hem omgaan? Ik blijf altijd wel positief, maar ik heb mijn momenten zeg maar, dat ik gewoon flink zit de bal. Vooral als ik snuis langs de kant die. Dat ze weer voetbal, dan baal ik wat ik dat mooi kan doen. Ja, want let wel, als GFC die mist hij wel. Ze missen een spits, ze missen een voorspeler, ze missen een goalmaker. Hè? Ja, klopt, maar er zijn ook jongens zien die het ik wil kennen. Het wie net zo dat het om mij. Het scorevermogen. Dus Sander heeft nou ik even een dipje. Ja. Het is gewoon. We hebben moeite met scoren. Arun Toontje hebben we dan weer. Voor jou erin zit, dus het wobbel. Ja, dan ben je geopereerd. Ja. En dan het hele revalidatieproces, hoe gaat dat? Nou, ik ben dus 24 januari geopereerd. Gelijk fysio, twee keer in de week. Dus kom ik bij de kniegroep, zeg maar. En dan is het voornamelijk eerst stabiliteitstrainen. En ik begin nu echt wat met krachttraining te doen. En oefeningjes weer, was toch wat uitkastwieken met de knibbel en al. Dus puur dat hij weer sterk werd. Ja. En dat is de eerste trein man wist er maar bezig. En dan kies voor vierde naar rin en sprintoefeningen, sokkering. Ja. Maar wist al wat met de bal aan de gang? Maar in principe net. Alleen een baltje heen horen maar wel. Maar voor de rest, nee. Nee. Dus, het is blessure, hè? Wat wil je soort op het veldje? Had het ik met kunstveld te maken? Je maakt constant switchen van gewone veld naar kunstveld daar. Ik denk als het eerst goed kwam, dat het net rood kunstgras kwam. Het was gewoon een duel. Waar ik mijn voet de verkeerde deel zetten en de chinstander de kont er nog in zetten of indraaiden. En mijn knibbel blijft staan en het werd oer. Ja. Dus kunstgras. Het is wennen. Maar we spelen nu een aantal hier op. Dus in principe maakt dat net veel meer uit. Maar is het lastig van dat je met de zeerstanders wel op een gewone veld moet en hier in GFC doen op kunstveld? Tuurlijk, het tempo op kunstgras, dat laat volledig balrol makkelijker, alles. Maar ja, dat weet je als je op een gasmat dat het gewoon de bal oorsrollt. En gewoon meer bezig met de wedstrijd met aannames en zulke dingen. Ja. Nou, we zitten in de revalidatie. Wat is de doelstelling? Hoe zit dat op een planning? Ja, het stiert zoals het nog een maand voor. Ik kan op rekening dat het nog een maand werd. En dat zou betekenen dat ik van het seizoen begin nog net helder. Nee. Ja, dus ik hoop nooit de winterstop gewoon weer. Vol inzetbaar te wijzen. Nooit de winterstop? Ja. Dan ben je er niet uit? Dan ben ik er niet uit, ja. Ja. Dus, ja. En hier staat in het begin al rek me hoog, dat het zo lang wordt? Ik merkte gelijk al dat het fout was. Toen ik het jette, toen wist ik, dit is clear. Dit is gewoon een jaar eruit. Ja.
Hest hoe de wagen om te stoppen, om te zeggen ik doe het helemaal niet meer? Ja, ik heb die daar gewoon nooit acht, maar ik hoor zo vol van het speeltjes voetbal. En als het juist mijn linkerknibbel heb ik kapot helemaal hoorn. En die ben ik bij bovenop kwam, ik geen les meer van, dus ik heb zoiets, waarom zoek ik het dan op Jan? Ik ben nog jong, dus ik hoop ze blessurevrij en nooit te kunnen voetballen. Raast vaak met André, de roer? Ja, maar meerdere mensen. Net alleen André, Leiders, ik, Bart, Henk. Maar mijn mama is verzorgster dan. Nou ja, van alles. Ik wil maar spelers. Ja. Dus, krijgen ze orenhulp? Je moet het wel verwerken. Ja, nee, in principe. Nee, het is gewoon fysio en zo. Ik praat wel heel veel hoor. Ja. En dat helpt gewoon wel. Ja, ja, als het is gebeurd, ik ken er niks meer aan dan. En, ik ken wat blauwe zitten, maar het heeft geen zin. Nee, maar je ziet er nu dat ze er op veld zit. Ja. Soort succes, Niels. Oké, bedankt.